Vandaag gaan we terug in de tijd, 1995. We gaan eens kijken of deze producer ons wat mooie verhalen kan vertellen. <laughs> Miao, miau, miau. Thunderdome was... Uh, ja, dat was een level hè, wat, je, wat je als producer soort van kon halen. De meeste mensen kennen jou van de track In Control, track uit 1995. Uh, jouw liefde voor muziek begon denk ik net iets eerder, kan je daarover vertellen? Ja, dat, uh, dat is eigenlijk... Uh, ik luister altijd wel naar muziek, maar ik kon niet echt uh, uh, iets vinden wat ik echt heel tof vond. Totdat uh, eind jaren 90 uh, housemuziek uh, ja, zo langzaam binnendruppelde en dat vond ik wel erg interessant, maar dat werd niet heel veel gedraaid op de radio. Uh, en toen ben ik gaan zoeken naar ja, waar, waar, waar draaien ze dan wel veel. En dat was op uh, piratenstations. Dat nam ik dan op op een, uh, op een uh, cassettebandje. En dan ging ik mee naar de platenzaak. En liet ik daar, dat daar hoor Ik wil die platen hebben, ik wil die platen hebben. Wat is dat? En dan kwam ik op die manier kwam ik achter wat het was. En dan kocht ik die platen. En uh, mijn vader die had uh, twee SL-1200 staan en een mixertje. En daar ben ik dag en nacht op gaan mixen, omdat ik ineens vond ik het zo tof en, uh, en ben ik blijven oefenen, blijven oefenen, blijven oefenen. En dan maakte ik voor mezelf demobandjes, om terug te luisteren wat ik wel goed deed en wat ik niet goed deed. En dan verbeterde ik constant. En op een gegeven moment heeft mijn vader, die heeft zo'n bandje uh, aan een DJ gegeven in Locomotion in Zoetermeer, die is die. En die heeft mij toen uitgenodigd om een keer te komen draaien, vroeg in de avond. En dat is voor mij het begin geweest. Jij vertelt hier dat je, dat je begonnen bent met draaien. Hoe, hoe ben je uiteindelijk gaan produceren? Hoe is dat ontstaan? Uh, dat was een stukje later. Uh, ik denk dat daar nog wel iets van anderhalf jaar tussen zat of zo. Uh, een nichtje van mij die had een, uh, een computer. En die zei tegen mij: uh, daar kan je muziek mee maken. Maar die computer was kapot. En ze zei: van nou, als je nou die computer wil hebben en je laat hem maken, misschien heb je er dan wat aan. Dus dat heb ik. Uh, ik heb die computer opgehaald. En toen bleek dat dan Amiga 500 te zijn. En ik had van een vriendje gehoord dat hij uh, uh, van die game-muziek daarmee kon maken. Dus ik heb die computer laten maken en ik uh, ben een beetje daarin gaan duiken. En ik heb van dat vriendje heb ik een, uh, een kopietje gedraaid van uh, ProTracker. En dan kon je met vier sporen kon je dan uh, muziek maken. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. Uh, toen heb ik er een sampletje bij gekocht zodat ik mijn eigen geluiden kon opnemen. Want dat wilde ik graag. Ik wilde zelf muziek maken. Ik had geen zin om iets na te maken. En uh, nou ja, daar had je allemaal disketten met geluidjes. En dat la laad ik dan in en dan maakte ik dan tracks mee. Nou, dat ben ik de hele tijd gaan doen naast het draaien. Want ik draaide toen al, uh, al eigenlijk regelmatig op huisfeesten. Uh, op en later uh, ja, werd dat natuurlijk langzaam harder. En dat vond ik tof muziek om te maken. Dus toen ging ik die plaat ging ik samplen en uh, ging ik daar tracks van, uh, van maken. En uiteindelijk is daarvan ook weer een, een, een cassette bij een DJ terechtgekomen. En die heeft mij daar uh, over, over benaderd van joh, wil je, wil je dat niet uitbrengen? Ik dus, zei, nou, ik weet helemaal niet of dat goed genoeg is daarvoor. Nou, en die heeft mij dus voorgesteld bij een platenmaatschappij. En dat is uiteindelijk de platenmaatschappij geweest van BrUR Records. En die hebben diezelfde week die track getekend. En uh, de andere drie tracks die daarbij zaten ook nog. En dat is toen uitgekomen. Hey, jij begon dus uh, uh, op die Amiga. Ja. Uh, hoe werkte je daarmee? Kan je dat uh, vertellen? Hoe deed je dat in die tijd? Uh, nou, wat ik op een gegeven moment had uitgevonden, was... Uh, je, je had vier sporen waar je op kon opnemen, waar je op kon programmeren. Dus uh, Protracker is een sequencer, zoals je die normaal uh, nu eigenlijk kent van uh, DAW's. Maar dat was de voorloper daarvan, dat was een scroller. En dan kon je codes intikken en in die codes kon je, kon je noten zetten en dergelijke dingen. En zo kon je dus... Uh, patterns maken en die patterns kon je weer aan elkaar koppelen en daar maak je dan songs van. Dus ik had op een gegeven moment uitgevonden hoe dat moest en ik samplede gewoon uh, alles wat los en vast zat en dat, uh, dat nam ik dan op. En dat knipte ik dan in stukjes en dan maakte ik tracks mee. Uh, het mooie van dat ding was, hij had maar 1 MB sample geheugen. Uh, en dit was een 8 bit machine. Wat ik vaak deed is uh, 33 toeren op 45 zetten. Want dan bleef, uh, de kwaliteit werd beter van het afspelen. Maar je samplegeheugen werd dan ook korter, omdat je op snellere snelheid afspeelde. Dan kon je het lager afspelen. Dus dat soort trucjes deden we allemaal om dan uh, toch met die 1MB iets te kunnen doen. En uh, dan had ik dat, uh, die Amiga, die ging in een mixertje. Uh, dat was een Soundcraft Spiritfolio, een, een, Spirit Folio, een acht, zes kanaals mixer of zo. En dan had ik die twee kanalen had ik gesplitst, want dan kon ik op het ene kanaal. Kon ik uh, bijvoorbeeld een synth sound zetten. En dan kon je daar die, die specifieke uh, sweep sound met die EQ maken. Nou, dat had ik dan gesplitst tot dat andere bleef gewoon doordraaien. En dan kon ik gewoon sweepen op dat andere kanaal zonder dat de rest werd beïnvloed. Ja, dat zijn hele andere tijden dan, uh, dan die we nu kennen. Nu zijn we onbeperkt hè, qua, qua programma's, computers. Die zijn allemaal veel sterker geworden. Ja. En je kan daar veel meer mee. Uh, uiteindelijk uh, kreeg jij ook de kans om, om, om zelf wat apparatuur te kopen, waarschijnlijk ook door je releases, ja. door het verdienen van geld. Ja. Uh, wat waren jouw eerste aankopen en, en, en ja, wat deed je daarmee? Wat kon je daarmee? Hoe werkte dat toen? Um, Eerst wat ik heb gekocht toen was een, uh, een Atari ST met Cubase. Dus was eigenlijk de voorloper van Cubase Audio, was echt alleen nog maar MIDI. Uh, en daar kon je dan, zeg maar, zeggen, midi-noten op maken. Dus wat DAW's nu ook kunnen, maar dan zonder de audiokant. Wat heb ik dan nog gekocht? Een Akai sampler, ik weet niet meer welke, ik denk een S1000 of zo. een Korg WaveStation SR had ik. Ja, een Roland D10 voor gewoon toetsen. Um, ik had toen nog geen drumcomputer want dat sampled ik allemaal. Later heb ik een 909 erbij gekocht. Uh, Alpha Juno, Juno uh, 106. Um, ja, een zootje effects. Uh, gewoon 19 inch effects van, uh, van allerlei merken. Van Yamaha, van uh, Digitech, weet ik wat allemaal, wat voor merken. Compressors, uh, noem het allemaal maar op. Uitbreidingen voor de sampler, die kaarten moest je nog loskopen. Dus uh, als je... Uh, 16 outputs wilde, moest je zo'n kaart kopen. Die kostte bijna de helft van wat de sampler kostte. Zo'n sampler kostte 4000 gulden. en zo'n kaart kostte 1500 of zo. Uh, ja, wat had ik nog meer? Ja, speakers natuurlijk en een mixer. Ik had. Uh, uh, in eerste instantie had ik een Soundcraft Live mixer. Dat was een 16-kanaals mixer, als ik het goed weet nog. Uh, daarna heb ik. Uh, een andere mixer gehad van Soundcraft weet ik niet helemaal. Die heb ik heel kort gehad, want die vond ik niet lekker klinken. Dat was een 32 -kanaals mixer, daar uh, kwam ook heel veel ruis uit. Toen heb ik een Soundcraft Ghost gehad. Uh, en ook nog een Mackie uh, 32-8bus. Was jij in die tijd uh, iemand die, uh, die ook heel veel uh, synth -geluiden, Synthesizergeluiden zelf programmeerde? Of, uh, of, of was je meer van de samples? Uh, nee, in het begin deed ik alleen maar samples, dus vanuit dat, uh, vanuit da, vanuit dat uh, idee van vroeger kon ik natuurlijk heel erg goed overweg met audio, met samples. Want ik wist precies wat ik ermee kon doen en wat je er niet mee kon doen. Maar ik vond uh, sinds gewoon heel erg vet, omdat uh, <laughs> zeker bijvoorbeeld, uh, dat bijvoorbeeld, dat, die klinkt zo organisch. Elke noot is net iets anders en zo, dat wordt veel levendiger. En dat krijg je met samples niet heel erg voor elkaar. Maar het is wel heel erg wennen, de, de, de twee verschillende dingen, is dat uh, als je natuurlijk naar samples zoekt, dan zoek je naar samples met een bepaalde klank die in je track passen. En op het moment dat je zelf moet gaan maken, dan moet je daar dus weer naar gaan kijken van hoe moet ik dat dan doen. En dan moet je weer een heel nieuw ding, een nieuw onderdeel daarvan moet je gaan leren. En dat, dat heeft me wel even wat tijd gekost in het begin. Uh, tegenwoordig kan je... Ja, overal wel samples vandaan halen, uh, je hebt tegenwoordig internet, uh, je, je mogelijkheden zijn tegenwoordig onbeperkt. Uh, in de jaren negentig uh, had je dat denk ik niet zoals we dat nu nee. kennen. Hoe ging dat in die tijd, waar haalde jij je sample geluiden vandaan? Uh, nou, er werd natuurlijk gewoon heel veel gepikt van elkaar, geleend, uh, maar je had een hele bekende serie van Zero G. En dat, uh, ik weet even niet meer precies de naam van die, van die serie, maar die samples had ik allemaal. En daar zaten oude hip-hop samples op, en er zaten breakbeats op. En 909 uh, ja, samples, 808 samples, dat soort dingen. Dus daar, daar pikt hij heel veel van af. Uh, maar er werd gewoon heel veel gewoon van platen gehaald: heel veel van rapplaten, uh, a cappella's van rapplaten, B-kanten van dingen, de kleine vocal breakjes, uh, breakbeats van, uh, van oude soulplaten. Het werd overal vandaan gehaald. Had jij een uh, bepaald voorbeeld of waar jij veel naar keek? Ik vond bijvoorbeeld mensen als Jochen Paap, Thijs Vroom, uh, Maurits Paardenkoper. Dat vond ik, dat, dat inspireerde mij heel erg. Uh, plus 8 label, Jack's a Beats, dat soort dingen. Gasten die daar allemaal op zaten, dat vond ik echt geweldig. Robert Amani. Uh, maar dat was net even voor de hardcore. En toen de hardcore kwam. Uh, dus voor mij echt een beetje zo ingeslopen. Want dat, ik, ik was natuurlijk best wel vroeger bij, dus ik, ik zag dat ook allemaal een beetje gebeuren. Maar wij deden eigenlijk allemaal een beetje mee aan, aan dat ding. Dus wij deden eigenlijk allemaal gewoon wat wij dachten dat tof was. Dus ja, echt een voorbeeld. We deden allemaal ons ding en dat werkte gewoon op dat moment. Uh, later uh, vond ik Stunt Guys gewoon heel erg goed. Uh, ja, Roughneck, maar dat is gewoon een gegeven. Uh, hoeveelheid productie die hij gemaakt heeft, uh, Patrick. En uh, noem het allemaal maar op wat daarbij komt. Kijk, het hele concept wat hun deden was gewoon super, super goed in elkaar gezet. Ga goede hoezen erop. Uh, die inscripties in het vernieuw. Weet je, alles wat erbij hoorde, die merchandise. Dus die gozer die had je toch wel gezien. En uh, een, een bepaalde periode van de Scott Brown vond ik wel tof. Alleen, ja, ik was niet zo van die happy hardcore, want dat vond ik op een gegeven moment, uh, ja, dat, dat, dat trok ik niet zo goed. Uh, maar dat kwam gewoon puur omdat de sound die wij toen maakten, die maakten wij allemaal met z'n allen. Dus we deden elkaar na en we, we, we deden bepaalde dingen op een bepaalde manier en dat vond ik tof. Dus ja, echt voorbeelden. Ja, qua DJ's, ik, ik vond bijvoorbeeld Gizmo een wijze goede DJ. Ja, Dark Rave stond natuurlijk al, altijd overal. Die heb ik ook echt uh, eigenlijk vanaf het begin af aan meegemaakt voordat hij draaide. Uh, dus uh, uh, toen hij nog danser was en uh, uh, in zijn batman pakken uh, in de lianen hing en weet ik het allemaal, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat, dat, dat was allemaal een beetje zo van, het was een hele scene, een heel groepje van mensen bij elkaar. Ja, Busbus was bijvoorbeeld gewoon qua producer en, en uh, ja, dat, dat was gewoon uh, waanzinnig. Uh, ook zo iemand die zo vreselijk veel heeft betekend ervoor maar ook echt zulke goede dingen heeft gemaakt. Net als vele andere mensen in de jaren negentig kocht ik uh, Tunnendoomse uh, Op een van die Tunnendoomse stond ook een track voor jou, C. Wat. Uh, hoe was dat voor jou om een uh, release te hebben op een uh, Tunnendoomse D? Nou, ik weet wel dat het een dingetje was, want uh, 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 die track kwam maar op en ik werd ook door de platenmaatschappij gebeld. Van, uh, nou, wat er nu gebeurt, uh, dat is wel heel bijzonder. Maar. Voor mij was het anders. Ik, 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 ik was met zoveel dingen tegelijk bezig. Dus alles gebeurde. En uh, ik was eigenlijk uh, te veel afgeleid door alles wat er gebeurde. Want ik draaide veel en dat vond ik vet. En ik zat er helemaal middenin. En uh, uh, het, het was super vet dat dat gebeurde. Want Thunderdome was. Uh, ja, dat was een level, hè, wat je, wat je als producer soort van kon halen. ID&T heeft natuurlijk voor die muziek en met het hele concept Tundadoom... Uh, eigenlijk de, ja, de steen gelegd naar... de eerste steen gelegd naar uh, een soort van, van bodem voor iedereen om op te groeien. En uh, ja, toen ik dat eenmaal uh, in handen kreeg, die cd, dat hij er echt op stond... Ja, dat, dat was natuurlijk wel iets om, uh, om trots op te zijn. En daar kreeg je natuurlijk ook heel veel respons op. Want jij, was, jij stond op Thunderdome. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld op DJ Paul Megamix gestaan. Op uh, een Roughneck cd. Uh, rough Nights of uh, Night of the Roughnecks. Ik weet niet meer precies. Night of the Ravers. Um, en dat vond ik su super vet. Persoonlijk dat ik op die, uh, op die, uh, op die uh, cd stond van Roughneck. Omdat ja, dat werd door hem gekozen. Dus dat was voor mij, uh, omdat hij ook een producer was die daar echt achter zat, vond ik dat een heel veel erkenning. Uh, maar is, 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 uh, ja, dat, dat staat boven die hele scene. Dat is zo groot, dus dat heeft voor mij wel heel veel impact gehad. I'm Hé, hey, we gaan beginnen met het ontleden van, uh, van jouw track. Uh, zullen we beginnen met de vocals? Ja, is goed. Het dat dat gaat om de hierom. Hoe kwam je aan deze vogelsounds? Ik uh, was ook uit een plaat gejat. Uh, volgens mij was het uit een plaat van baseball of zo. Hey, de, de track begint met een, met een closed hi-hat. Uh, hoe heb je dat gedaan? Um, je kon In, uh, uh, in ProTracker kon je codes invoeren. Uh, C was, uh, volgens mij was C was volume. En 127 was geloof ik het hoogste. En daartussenin kon je dan variëren van, van uh, nul, dus geluid uit naar voluit. En wat ik nou had gedaan is gewoon... Uh, dubbele hi gespeeld, maar alle heights die er tussenin zaten had ik op half volume. Dus dan krijg je in plaats van tik, 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 tik... En dat hoor je dan hier. Ook dat rolletje. Hey, het belangrijkste in een hardcore track is de kick. Hoe heb je die gemaakt? Uh, dat was een sample ergens van, maar ik weet niet waar van. Uh, ik had, uh, zomaar zeggen, allemaal disketjes gemaakt. Alle platen. Ik, ik zocht altijd alle platen langs om te kijken of ik ergens een kick uit kon samplen. Of een hi-hatje of een dingetje. En dat, daar maakte ik allemaal sampletjes van. En dat zeefde ik allemaal op disketten. gewoon uh, een, een disket als dit. Daar zetten we dan uh, de sampletjes op. Uh, ik geloof dat zo'n ding een half MB is, is of zo, wat erop kan. Maar die samples zijn heel klein. Maar dan had ik gewoon disketten vol met uh, bijvoorbeeld 30 beestdrums. En daar koos ik dan uit. En dan keek ik bij de track welke tosten tofste vind. Maar dat kan van alles geweest zijn. Ik maakte ze ook wel eens zelf. Je kon, uh, uh, dan had ik gewoon een, een normale kick van een 9 9 bijvoorbeeld gesampeld. En wat ik dan deed, is uh, dan deed ik ze uh, constant normaliseren. En dan gaat hij op een gegeven moment gaat helemaal over zijn nek. En dan krijg je gewoon een square wave. En dan krijg je ook een soort hardcore kick. Maar dat waren een beetje wisselende resultaten. Soms werkt dat goed. Ik geloof dat ik zo de kick heb gemaakt in c wat. Er zit ook een stukje breakbeat in over de kick. Uh, hoe heb je die gemaakt? Dat was ook een sample. Ik weet niet meer waarvan. Maar ik, misschien van een Cero GCD. Of, of een oude discoplaat of, of iets ergens uit een break. Vroeger uh, maakten ze platen uh, uh, speciaal voor discotheken. En dan zat er in, in het midden, om een lange versie te maken, zat er een dancebreak. En daar zaten vaak breakbeats in of tenminste gedrumde stuks, stukken uh, muziek. En daar halen we dat vaak uit. Hey, en bij deze track, uh, wat helemaal kenmerkend is, is natuurlijk die, uh, die synth-lijn. Uh, ik ben wel heel benieuwd waar die uitkomt. Uh, daar heb ik even over na moeten denken, want ik wist het niet meer. Maar ik ben even aan het spitten. Uh, ik heb dat uit Die Witness gehaald, uit een plaats van Die Witness. Maar ik weet niet meer welke, maar dat is in ieder geval waar die uitkomt. Dat was uh, misschien Observing the Earth. <kezien> <ERS> Waarschijnlijk is die daaruit. Maar ik weet niet even uit even mijn hoofd meer, uh, of dat echt zo is, maar ik denk het wel. Het, uh, het EQ-sweepen wat in deze synth line zit, hoe heb je dat gedaan en met welke mixer? Um, nou, het kan in principe met elke mixer waar een mid-sweep op zit. Dat deden we met een EQ-sweep uh, op de mid. Dus dan draai je draait het mid helemaal open. En dan draai je met de EQ-sweep overheen. Dat is eigenlijk gewoon een cue om te zoeken waar een bepaalde frequentie zit. Maar wij gebruikten dat eigenlijk als effect. En uh, wat je dan krijgt, is, is dat meer waa dat, mie, wauw, wauw, dat wauw achtige uh, geluid. En, en als je dat constant varieert, is het elke keer anders. Deed je dat met een uh, mono-spoor of deed je dat uh, stereo? Uh, alles wat uit de Amiga kwam, was mono. Uh, je kon wel stereo, maar dan, dan had je maar twee sporen. Dus wat ik had gedaan, is: ik had uh, de. Uh, dit, is, dit is de sampler trouwens, waar je dat mee deed. Je twee inputs, dat maakte het stereo. Maar wat ik deed, is ik had een kabel gemaakt met een, met een, uh, met een soort X-harnas, zodat ik mono erin ging. Want dan had ik aan allebei de kanten had ik geluid en dan kon ik het op één spoor zetten. Hey, in het tweede stukje zit er iets van een uh, soort piano-sound. Uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe je daar aangekomen bent, of je dat überhaupt nog weet na al die uh, tijd. Er waren al uh, heel veel van die synth-steps die. Uh, uh, ja, ergens uithaalde of zo. En dan speelde je daar een nieuwe melodie van. Maar ik weet het echt niet. Het zou, uh, het zou een oud plaat van Fierce Running Diva kunnen zijn of zo. Zoiets klinkt het. Maar er waren heel veel van dat soort platen. in uh, begin jaren negentig. die dit soort sounds gebruikten. Want dat kwam volgens mij ook uit een bepaalde. volgens mij kwam het uit een kawaii synthesizer of zo. oorspronkelijk die geluiden. Als je nu uh, met deze setup die je hier hebt, met deze goede monitor speakers. als je jouw track terug hoort. Heb je dan zoiets van dat zou ik anders gedaan hebben? Als je terug in de tijd komt? Ja, er zijn wel dingen die anders. Uh, de balans waren, voor, waren gewoon heel erg goed. De balans van de mix was gewoon goed. Maar dat is in mono sowieso makkelijker. Uh, vooral als je op een gegeven moment wat dieper op sound ingaat. gaat. en je krijgt met wat ze noemen sides te maken. Dat kan uh, soms wel eens verwarrend werken in een de mix. Uh, deze tracks werkten ook altijd goed in, op grote systemen, omdat ze mono zijn. Dus uh, als jij uh, grote installaties in clubs, sowieso het laag, allemaal mono. Maar festivals is bijna altijd alles mono. Uh, die tops en alles, die zijn vaak ook allemaal mono. Omdat ze zo ver uit elkaar staan, krijg je allerlei problemen als, als, als dingen te stereo worden, te wijd. En daarom knalt deze track ook zo hard, omdat die, omdat die mono is. Maar als ik bijvoorbeeld luister naar de kick, bijvoorbeeld, die is heel erg modderig. Dat zou ik anders geëqueued hebben, maar dat kon ik toen niet. Want ik kon niet al die tracks apart EQen, want er ging alles mee. Ik ben uh, uh, onlangs gestart om, uh, uh, omdat ik zag dat er best wel heel veel animo was uh, uh, naar mijn oude tracks. Uh, om, uh, om ook weer nieuwe oude tracks te maken. Dus uh, uh, 1995, 1996 stijl. Uh, ik ben daar ook weer apparatuur voor gaan kopen om, uh, om dat zo, zo uh, uh, goed mogelijk te kunnen benaderen hoe ik dat vroeger deed. Zonder dat ik alles nodig heb. Dus het is een soort van hybride. Uh, Analoog uh, de computer in met 16 kanalen. En, uh, en dan in Logic. Uh, verder alles mixen en, uh, en effecten en uh, dat soort dingen. Uh, en daar komen zes tracks uh, uit uh, op Point 44 van uh, William Jordans. Cool. Dus er komen weer nieuwe dingen aan. Ja. Um, dat zal allemaal een beetje rond de zomer zijn. zijn we zijn een beetje aan het, uh, aan het kijken hoe we dat het beste gaan doen. En uh, uh, ook uh, wat, wat, wat extra leuke dingen komen erbij. Uh, we zijn nog wat dingen aan het uitpluizen waar ik nog niet helemaal heel veel over kan zeggen. Omdat het, dat is allemaal nog niet helemaal in kan en kruiken. Weet nog niet precies hoe of wat. Maar er gaat weer wat komen in ieder geval. Sowieso releases. Op vinyl ook. Komen er ook nog uh, bepaalde samenwerkingen, of is daar nog niks over bekend? Uh, ik heb twee tracks gemaakt met een, uh, met een oude vriend van me. Uh, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die, die heel erg enthousiast was dat ik dat weer ging doen. En uh, toen hebben we er ook twee samengemaakt. Uh, en uh, verder rest, ja, het staat een beetje in de kinderschoenen nog. En uh, ik wil eigenlijk eerst even kijken wat, uh, wat de reacties zijn. En uh, vanuit daar weer, uh, weer verder kijken. Nou, dat is goed nieuws voor de hardcore scene. Dus. Uh... We gaan gewoon door. Ja, dat is, uh, dat is, dat is eigenlijk echt zo'n beetje ontstaan uit een grapje: van uh, zou, het nog, zou ik dat nog kunnen doen nu? Zou ik nog wegkomen met. Uh, uh, zou ik dat nog kunnen maken op die manier? Nou, dat bleek eerst even wat lastiger te zijn, omdat de balans met, met, met uh, naar digitaal toe uh, toch een iets andere klank geeft en zo. Maar dat heb ik nu al uh, redelijk onder controle allemaal. Dus uh, ja, er gaat nog wel meer komen. Ben jij actief op social media? Kunnen mensen jou ergens, ergens vinden online? Uh, ja, ik, uh, ik ben bezig uh, om een, uh, een eigen YouTube-kanaal te gaan doen. Daar wil ik wat filmpjes op gaan zetten over uh, uh, productietechnieken, hardcore dingetjes en, uh, en dat soort zaken. Daar wil ik ook uh, mijn um, ja, oude tracks allemaal gaan, gaan uploaden. Maar dat heeft allemaal een beetje te maken met, uh, met rechten en dat soort dingen, uh, omdat ik het allemaal goed wil doen. Zoals op de achtergrond een nieuw logo gemaakt. Uh, ik heb ook een, uh, een, een eerste pressing van, uh, uh, van merchandise aan. Een, een hoodie in dit geval. Uh, daar ben ik ook naar aan het kijken hoe ik dat ga doen. Uh, maar dat is allemaal, staat het nog in de kinderschoenen. Dat heeft dat echt even wat uh, tijd nodig om daar nog uh, meer, uh, meer uit te gaan uh, halen hoe we dat gaan doen. Nou, voor de mensen die, uh, die jou straks willen volgen, onder deze video kan je jouw gegevens allemaal vinden over jouw social en, en dergelijke. Daarom dus... bloop. Hey, heb jij buiten de muziekhobby nog andere hobby's? Ja, golfjes. Ja. Hey, dit is een nieuw track van Jomanda. Wow, wow, wow. Miau, miau, Okay. <laughs> you